zijn speelse honden, saaie honden, lelijke en fraaie honden. Maar de allerliefste hond is Samson. Ja, Samson is de liefste hond. Zijn staartje kwispelt in het rond. Daar gaan we weer, dus doe je best. Doe mee met ons en het orkest. Alweer is dat een aquario? Ten eerste is dat best zo en ten tweede is dat glaasje. Dank u. Oh, dat is echt typisch, hè, die Alweer. Die heeft mijn haar helemaal klomp gemaakt. Oh. En hup, de laatste pannenkoek is klaar. Ring, ring. Kijkje, kijkje, de Trelatonga. Hallo, oma. Kijk. En ook met mij zo. Ja, en ook met Samson. Ja, Marlijneke. Ja, natuurlijk heb je dat. Oké, tot straks. Doei. Wat maakt Marlijne zo? Marlijne mag straks komen slapen. Lekker! Ik gaan kijken naar de vallen. Ah, meneer, wil je mee? Kom maar binnen. Ik moet kloppen, want de bel doet het wel. Waarom klopt je dan? Ik weet dat niet. En, ik heb een vraag voor u. Ja? Zou ik hier mogen logeren, want ik Marie doet de grote kamer. Ja, oké, okay, maar dan moet je wel op de middel slapen. Dat vind ik. Oké, okay. Zet die spullen, ja. Die dan maar even, hè. Okay. Ja, die is al voor Marlijneke. Tot de dag. Nu nog Lena. Ah, die is er al. Ja. Oh, dat is Lena. Hallo, chef. Zet je daar maar bij de zetel, bij Samson. Oké. En, heb je het? Dan ga ik naar boven. Dankjewel. Oké. En, moet ik jou hier in de kastjes gaan halen? Oh, ja. Ja, ik ken het. Waarom zit meneer Spaghetti en de burgemeester zo in de kelder zo? Omdat die een beetje lastig doen. Ja, en Marlijne vindt dat ook. Ja, want Albert die doet een beetje lastig. Ten eerste is Spaghetti en ten tweede ik heb honger. Ik zal ze er wel maar uitlaten. Ja, is goed. Lieke, waarom had ik al ons opgesloten?
Ja, omdat jullie lachen doen, zeker? Allee, ik verkeer hem niet verkeerd, hè, Sam. Alweer. Wanneer gaan we de koeken eten zo? Ja, ik heb honger. Ik heb honger, ja, we zijn aan pannenkoeken eten. Hoe weet jij dat wij pannenkoeken hebben? En meneer de burgemeester, gaan we beginnen? Ja. Zal ik eten? Nee. Wij zouden toch niet beginnen zonder jullie. Ah. En je tafel al gedekt? Ja. Ja, maar dan moet ik naast Marlijneke zitten, hè? Burgemeester!